Dag Henk, u geeft de hoorcollegeserie Hoe kan ik duurzaam leven? Waar gaat die serie over? Die serie gaat over een onderwerp wat in onze samenleving op het ogenblik heel actueel is. Er zijn veel mensen bezig met kwesties van duurzaamheid en ecologische crisis. Maar er zijn ook heel veel mensen die daar niet zoveel mee hebben. Die eigenlijk dat onderwerp, dat dat voor hun niet zo leeft. En tegelijkertijd soms ook denken van, we hebben het nu wel genoeg gehoord. Daar hoeven we niet meer zoveel over te weten. Wat ik in mijn college probeer is om te zeggen, je kunt ook nog op een andere manier met zo'n onderwerp bezig zijn. En die diepere laag, die wil ik graag in mijn hoorcollege aanboren. Okay. Duurzaamheid is een veelbesproken thema. Wat kunnen we vanuit de humanistiek daaraan bijdragen? Voor de humanistiek is dat niet zo'n gemakkelijk onderwerp. Omdat het humanisme heel erg de mens centraal heeft gezet en eigenlijk minder heeft nagedacht over de relatie van de mens met de natuur en met de andere levende wezens. Daarom is het extra spannend voor de humanistiek om te kijken hoe ze de waarden die ze zelf van belang vinden, zoals autonomie en vrijheid en menselijke waardigheid, op een goede manier kunnen verbinden met de relatie tussen de mens en de andere levende wezens, zou ik zeggen. En ik denk dat dat voor onze tijd heel belangrijk is om daar om die relatie uit te werken. En dan tot slot nog de vraag, wat hoopt u dat de luisteraar aan zijn vrienden of vriendinnen gaat vertellen over dit college? Dat is altijd moeilijk zelf natuurlijk te zeggen, maar ik denk wat ik wel, ik heb een stukje over Nietzsche in dit verhaal. En ik zie Nietzsche als een interessante gesprekspartner waar het over de moderne cultuur en de blindheid voor de aarde betreft. Ik denk dat als ze daarover in gesprek gaan met hun vrienden, en zeker als ze Nietzsche er even bij pakken, dat dat best eens een nieuw gesprek zou kunnen opleveren over de relatie van de mens tot de aarde. Want Nietzsche is een hele pittige auteur, zoals je weet. Die neemt geen blad voor de mond. En de kern van Nietzsche's gedachte die ik probeer te verwoorden is dat hij zegt, de moderne cultuur is eigenlijk de relatie met, of een vertrouwde manier van leven met de aarde een beetje dus kwijtgeraakt. En hij vindt dat jammer. En hij geeft dus hinten hoe je dat zou kunnen veranderen. Oké, dank u wel.